Ja, we hebben gesproken in de gemeenteraad over het sportaccommodatieplan, wat waar zou moeten komen. En we hebben onze zorg wel eerder uitgesproken dat er eigenlijk helemaal geen geld is om het uit te voeren. Dat zou heel erg zonde zijn. Dus wij vinden wel dat daar zo meteen geld voor moet zijn. Dat betekent dus ook dat er geld moet zijn om te investeren in sportaccommodaties voor de voetbal. Maar wel over een bepaalde termijn. En nog even iets over de grote investeringen in de sporthal, het combibad en de ijshal. Daar is natuurlijk jarenlang helemaal niks aan gedaan. Dus we vinden het wel terecht dat daar een inhaalslag wordt gemaakt. Maar over de komende periode moet gewoon alles er netjes bij liggen volgens GroenLinks. Dus ook de voetbal. Ja, natuurlijk. Ik ben heel erg blij dat we nu een nieuwe sporthal, een nieuwe ijshal en een nieuw zwembad gaan bouwen. En de komende jaren zal er op voetbalgebied ook veel gaan gebeuren. We zijn nu bezig met een groot plan. Bijvoorbeeld om de Mors, sportpark de Mors met Dokkels, die ook Rijnland leiden, om dat herin te richten. Ja, daar moet uiteindelijk de komende jaren natuurlijk ook geld bij gevonden gaan worden om dat voor elkaar te krijgen. Dus natuurlijk moet daar in geïnvesteerd gaan worden de komende jaren. D66 investeerde de afgelopen jaren in de indoorsporten. En het is inderdaad ook tijd om na de verkiezingen ook te investeren in wijksportparken. Daar zijn wij het mee eens. Wij vinden dat er best wel wat in voetbal geïnvesteerd mag worden. Er loopt nu natuurlijk voetbal vitaal, waarin wordt gekeken welke clubs financieel gezond genoeg zijn. Ik denk dat als dat proces helemaal klaar is, dat het belangrijk is om te kijken wat die voetbalclubs nodig hebben. Ze krijgen meer ruimte en dan moeten we kijken of ze bijvoorbeeld genoeg goede clubhuizen hebben. Dat is heel belangrijk, genoeg goede kleedkamers. Dus daar mag wel wat in geïnvesteerd worden, vinden we. De VVD vindt dat je sowieso moet investeren in sport in het algemeen. Het klopt dat we deze periode veel geld nu hebben vrijgemaakt voor de grote sporthal, de ijshal en de zwembadmogelijkheden. Maar dat laat onverlet dat ook de rest gewoon gesubsidieerd moet worden daar waar het nodig is. We zijn heel blij met het feit dat Dokkels in ieder geval nu een nieuw kunstgrasveld gaat krijgen. En met het contourenplan wat we hebben vastgesteld zullen we ook zeker in de toekomst erop blijven letten dat de andere sporten in Leiden ook gewoon aan de beurt komen. En dat mag niet al te lang blijven duren. Zeker. Het CDA is zeer voor het investeren in voetbal. Met name in het investeren in de accommodaties. De accommodaties blijven toch wel achter in Leiden. Naast dat het CDA wil investeren in kunstgrasvelden willen we dus ook investeren in kleedkamers en tribunes. Omheiningen, zodat de veiligheid ook gegarandeerd is. Dus ja, het CDA wil de volgende periode volop investeren, ook in het voetbal.